Hallo! Kijkers! Ja, dankjewel. Hallo kijkers. Welkom op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Siemens Remus. En mijn naam is Bea. Dank u. We zijn nu eerst even onderweg nog naar een winkeltje. En dan zijn we door naar de meet and greet van mij uit. Dat doorgaat bij Jurgis Christmas House. Ja, mijn excuses daarvoor. Ik zal op mijn eigen meeting een klein beetje 5 minuutjes stil laten aankomen. Mijn excuses, maar het belangrijkste is, ik ben er. Ik ben er. Dus dat... Dat is wat allemaal telt. En het is hier ontzettend druk hier in Alken. Waardoor ik niet direct door kan rijden. Want je kent dat wel. Hè? Als je iemand dan wilt haasten, dan mislukt alles. Dan mislukt alles. En vandaag is ook nog de kerstproeverij. Juist. Oei, 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 oei. Daar gaat veel volks in. Voilà, ik ben hier even aangekomen hier. Voilà. Dan ga ik even gewoon naar binnen toe, naar de winkeltje toe. Dankjewel. Tot ziens allemaal. Oeps, oeps, oeps. I did it again. I play with my heart. Klein beetje slecht nieuws. Ik ben een uur te vroeg hier bij Jurgis Christmas House. Het gaat pas open om 3 uur in plaats van om 2 uur. Oeps, ja, dan blijven we maar een uurtje op de parking staan voor te wachten dat het open gaat. Dus om 3 uur gaat het open. En we staan hier al voor de poort, dus 2 uur pas gepasseerd. Ouch, ouch, ouch. En onze tussentijd is ook achter mij Ginder. Daar is de kerstproeverij in volle bak in de gang geschoten, dus om 2 uur. We staan van alles te doen, dus ik heb een klein beetje in verwarring gehad. Sorry, kan eens gebeuren. Maar ja, dan is het maar 2 uurtjes meeting. 2 uurtjes. Dat is ook meer dan genoeg, dus jullie kunnen altijd nog altijd... dus dan voor een handtekening. Oftewel hier op de parking even, voor Jurgis Christmas House. Op de foto met mij. Voilà. Jammer genoeg, dus even een uurtje wachten. Tot later. Ik ga ook nog even een kleine tussendoortje ook nog even zeggen hier ook in mijn vlog. We kunnen niet langer dan 5 uur blijven, omdat ik ook nog andere verplichtingen heb die ook nog vandaag op het programma staat. Dat is sowieso ook nog naar mijn moeke gaan. Want daar ligt nog altijd een verjaardagscadeautje van mijn maatje Chris. Die ook nog moet afgehaald worden daarbij. Dus dan weten jullie dat even er tussendoor. Wij staan hier nog altijd voor Jurgis Christmas House. Jullie zien het, we zitten in de auto. De listjes zijn al aan. Dus hoe mooi is dat wel al niet. Dus we zijn hier maar aan het wachten tot het open gaat. Dus om 3 uur. In plaats van 2. Ja, ik heb dit jaar een klein beetje weinig reclame gemaakt hier. Voor mijn fanmeeting 2024 van de Jurgis Christmas House, dat 1.5 versie. Ik heb het wel een paar keren aangehaald. In mijn vlog staat er een meeting is van 2 tot 5. Voor geluk was er nog om 2 uur nog niemand niet. Misschien nu tussen 3 en 5 dat er nog wel mensen komen. Wie weet willen ze wel op beeld komen. We gaan zien. Ik heb ook mijn t-shirt aan, mijn polo. Die kun je even krijgen hier onderaan bij de video. Daar staat een shop. Dus daar kunnen jullie de merchandising bestellen. Ik zal zeggen, koop er eentje voor bij de kerstmis. Het is lekker warm. Dus dat is heerlijk. Ik ga zelfs nog eens een keer een rondje doen bij de Jurgis Christmas House. Ook daar nog wat beelden schieten voor jullie. Nog wat sfeerbeelden te maken. Zo, ik ga nu ook wat sfeerbeelden voor jullie maken hier bij Jurgis Christmas House 2023-2024. Ik zal zeggen, geniet ervan.
Ik hoop dat jullie van de sfeerbeelden hebben genoten hier bij Jurgen's Christmas House 2023-2024. En nu gaan we kijken ook hoeveel fans er nog gaan afkomen. Zo, kijkers. De meet and greet video zit erop. Ik heb alleen maar kerstbeelden kunnen schieten. Jammer genoeg is er niemand afgekomen op mijn meet and greet. Dat doen we volgend jaar ietsjes beter. Sorry ervoor dat ik niet te veel reclame heb gemaakt in mijn vlogs. Rondom de meet and greet. Maar volgend jaar gaan we er wel een lap op geven. De 2.5 versie. Zet deze datum al in jullie agenda. 21 december 2024. Van 3 uur... tot 5 uur is er een meeting. Dus 21 december 2024, de 2.5 versie. Psycho TV Fan Meet and Greet. Christmas House. Voilà. Dus 21 december van 3 tot 5. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte wanneer er een nieuwe vlog, video of een livestream is. Tot later. Jojojo.